8, ras echte Hagenezen. 4 meiden, 4 jongens van rond de 20 verblijven 3 weken in een villa op het Griekse eiland Kreta. Ze gaan niet gehinderd door de camera's hun opwindende alcoholische seksuele anabole gang. En de eerste grote tv-hit van dit seizoen is een feit. O.O. Gerso. Hier aanwezig 7 van de 8 hoofdrolspelers. Matsumatsu, Barbie, Jokertje, Sniper, Sterretje, Kabouter en Elise. Ja, en voor iedereen die denkt, ik heb het niet gezien. Meer dan 1 miljoen mensen keken al. Waar gaat dit in hemelsnaam over? Gewaarschuwd door Nico Dijkshoorn. Hier gaat het over. Het eerste wat ik ga doen als ik een seizoenisch als ben, is neuken! Grote tieten, strak lavie, strak kontje. Ik zoek gewoon wel een pornoster. Lekker laag mijn cupje erop. Grote bek. Alleen voor de Zweedse vrouwtjes. Zweedse? Ja, lekker blond. Geil? Oh, ik heb aardig wat wegslobberen. Ja, shotjes hier, shotjes daar. 1, 2, 23 biertjes. Hij komt, we gaan naar de klootouwer met vallen. Als ik losga, gewoon uitga of zo, dan ga ik gewoon echt goed los. Barbie was echt aan het dekkeren tegen Tony aan. Tony, als dat geen neuken wordt vanavond, dan weet ik het niet meer. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Jokertje, waarom doe je mee? Wat doe je mee? Ja, ik krijg maar één keer kans in je leven. Je moet gelijk aanpakken natuurlijk. Ja? Ja, natuurlijk. Wat was de vraag precies? Wil je naar een eiland en leef je uit? Wat was de vraag? Ja, wil jij mee op vakantie? En ja, dat was een beetje een vraag eigenlijk. Ja. En Barbie, jij bent ook heel... Ja, jullie zijn allemaal helemaal jezelf en zeggen precies wat je vindt. Maar ja, enige gêne bij mij, plaatsvervangend bijna. Dan denk ik, oh meisje, zeg het allemaal niet, doe het niet. Nou ja, ik heb dingen gezegd zonder erbij na te denken, natuurlijk. Maar je denkt wel eens na? Nee. Ik zeg hem even. Heel bijna. Ja. Nee, maar ben je bang voor wat er nog komen gaat dan? Want ja, je zit waarschijnlijk, jullie hebben de aflevering nog niet gezien. Je zit afgelopen donderdag te kijken en toen? Ja, toen had ik zoiets van, oh. Ja. Sterretje, ja. Want jij heet Sterretje, je hebt op beide schouders, ik heb de eerste aflevering uiteraard gezien, een sterretje. Ja, en dan is je bijna op Sterretje. Dan heet je in Den Haag ook gewoon Sterretje? Ja, dan hebben we meteen mij die naam gegeven van, nou, hij komt groot binnen en nou, zo klein is hij, dus ik weet nu gewoon Sterretje. Oké, okay, Sniper, wie heeft jou ooit Sniper genoemd? Ja, dat is gebeurd zeg maar omdat ik veel naar de vrouwen kijk. En ik schiet altijd raak. Dus ja, dan ben je sniper natuurlijk. En dat is je Haagse reputatie al? Dat is mijn Haagse reputatie, ja. In aflevering 1 lukt het nog niet echt. Als het goed is heb ik gescoord. Ja. En 1 afgewezen dus. Oh ja, dat is ook zo. Ja. Matsumatsu. Wij werden geconfronteerd, althans ik, maar goed, ik, sorry, ik lees er wel eens op, maakt niet uit. Het woord deggeren. Deggeren. Ja, hoe moet je het uitspreken? Dekkeren. Oh, dekkeren. Wat ja, gewoon, is gewoon een beetje droogneuken volgens mij. Ja, ik heb... Jamaicaans dansen. Hoe noem je dat? Jamaicaans dansen. Kabouter? Ja, je zit ernaast. Kaboutertje. Nee, kabouter ja. Zit in het midden. Jamaicaans dansen is een dansstijl. Ja, in Den Haag of mondiaal? Nee, in Jamaica. Op Jamaica. Ja, dat... Kreta. Nee, juist. Barbara van Kooten, geboren in Den Haag. Ja. Is dit herkenbaar? Verrek, waar kom ik vandaan? Nou, ik ben al zo lang weg. Nee, ik was heel blij met je ondertitels. Ja, toen kon je het weer verstaan. Huh? Ja, ja nou goed, even, dan leren we wat. Wie zei dat Dekker er was? Nee, ik had de aflevering gezien. Nee, ik weet niet. Maar wat iedereen wil weten, en dat zal ook iedereen die vraag stellen. Hoeveel is er gescript, Jokertje? Je hebt ongetwijfeld op MTV wel eens Jersey Shore gekeken, wat echt zo'n soort programma is. Of heeft een van jullie misschien wel eens gezien? Hebben we eens gezien? Ja, ja. Nou, dan zit je dat te kijken en dan denk je, dat is allemaal niet echt. Jersey Shore weten we dat de dingen gescript zijn en dat er ja, een bepaald ding zijn. Maar wij zijn gewoon echt 8 debielen die gewoon, ja, we worden in het huis gegooid. En maar is er uit. Iemand die tegen jou zegt, joh, het is wel lachen als je er even in het zwembad gooit? Nee, dat bepaal ik zelf. Nee, als hij 2,5 uur staat te tut en komt naar me toe van kijk maar eens mooi zijn. Ik zeg, nou ja, ik kan wel een wasje over. En ja, dan ga je zwemles krijgen. Maar jullie worden niet ja, jullie worden er wel gevoeld. Ik merkte dat net al, jullie zijn hier nog hier aan het filmen. Dan is er wel een cameraman die zegt, ah, zeg dat nog even, weet je? Natuurlijk, ja, sommige dingen worden herhaald. Maar het is, ja, het komt gewoon allemaal uit onszelf. Ik ga jou een vraag stellen. Ja. Ik zei je vorige week al, we gaan dit doen. Want ja. Heel Nederland praat over dit programma. Heel ja. Nederland, veel mensen in Nederland. Meer dan 1 miljoen mensen keken. Dat zal morgen niet minder zijn. Wat is het succes van dit programma? Want jij stond ook op je achterste benen. Absoluut, van plezier. Absoluut. Ja, omdat het wel echt Nederlands is. En ik bedoel daarom deze vraag. Kijk, je voelt wel dat het echt is dat dit niet... bedoel, misschien wordt er een beetje aangedikt. Maar ze zijn wel zoals ze zijn. Heerlijk. Vind je het niet te plat? Natuurlijk.
Maar ja, het is heel ordinair, maar dat is toch, ik zou bijna zeggen, televisie is per definitie ordinair. Ja. Laten we nog even kijken, aflevering 2, enig idee wat erin zit? Wat erin zit? Ja, nee. Ik zou het zelf nog niet weten, maar... Heb je al een sneak preview, Matthijs? Wat? Heb jij al iets uit aflevering 2? Ben je zo? Ja, echt waar, net als ik het. Jokertje, kijk mee. Jokertje, leuke naam. Het is al Q-Mark. Joey en Tony die komen gewoon even lekker bij ons in bad zitten als Finn en ik in bad zitten. Vond ik niet zo erg leuk. Gadverdamme. Oh, kijk, dit zijn Romeinen. Ik zei, waar komen die eigenlijk vandaan? Ik wist het echt niet meer. Is het ook Grieks? Oh ja. Ik vind het erg grappig dat Tony een bloknoot mee op stap neemt en een pen. Ja. Ze hebben net al, hoorde ik Joey zeggen, hey, wat is het nummer dan van die blonde? Geeft hij eens aan mij, toch eerst nog onderling ruilen. Ik heb hier Julie. Ik heb hier een Wendy. Oh, jij ze vandaan houden. Ja, ze hebben lol voor team. Felix, was jij bekend met deze wereld? Ik heb net overleg met het CDA. En wat zei het CDA? Wij zijn er van mening dat hier het bruine kabinet, wat er aankomt, dit moet verbieden. Elise, jij bent eigenlijk de enige die geen bijnaam heeft. Al deze bijnamen verzin ik niet. Daar leven jullie al mee in Den Haag. In de uitgaanswereld van Den Haag heet Jokertje gewoon Jokertje. Ik zal zo vragen waarom. Maar jij heet nog gewoon Elise. Nee hoor. Jawel. Nee. Nou, ik heb eigenlijk geen baan. Ik word in Den Haag gewoon Elise genoemd. Ja. Dus vandaar. Zei, jij bent wel de netste van het stel. Voelde je niet soms echt... ik heb ze nog niet allemaal gezien, de aflevering. Maar die indruk had ik een beetje. Dat ik echt dacht, vanavond, volgens mij voel jij helemaal niet thuis tussen deze gasten. Nou, jawel hoor. Ik heb hartstikke met ze kunnen lachen. En in Den Haag heb ik ook allemaal gekke vrienden. Alleen zelf doe ik sommige dingen niet. Sterretje, hoor, heet je Sterretje? Nou, ik heb een Sterretje. Nee, hoe heet je eigenlijk van jezelf? Van mezelf, Robert. Robert, yes. Robert, waarom heet je Sterretje? Nee, hij is Jokertje. Nee, Jokertje. Ah, Jokertje, wat? Oh, dat is Sterretje. Oh, dat is Sterretje. Nee, Jokertje, waarom heet je Sterretje? Nee, Robert, waarom heet je Jokertje? Waarom heet Jokertje? Ja, nog geen Sterretje heet. Maar in ieder geval... Ben je de leukste thuis? Nee. Jongens, wat is het ergste? Want dan kunnen we ons daar een beetje op voorbereiden. En dan kunnen we ook bepalen of we willen kijken of niet. Wat is het ergste wat er is gebeurd? Ik geloof dat ik dat aan Barbie moet vragen. Nou, dat op de bar stond te dansen, dat ik erop viel. Wat zeg je? Ik stond op de bar te dansen, ik was een beetje te dronken. Op de bar? Toen tuimelde je eraf? Ja, het was onder de bar dan. Dat is een gênant moment, maar vind ik niet altijd het allerergste. Is er iets ergens gebeurd? Nee. Ja, waarschijnlijk weten ze dat zelf niet meer. Nee. Ja. Oké. Mag ik één tip geven? Maar, want het is echt helemaal een hit. Dus ik zou zeggen, Jokertje en Barbie, neem een plaat op of zo. Neem een hele slechte plaat op. Ga naar alle discotheken van Nederland. Precies, iedereen wil jullie hebben. En dan kan je volgend jaar gewoon op eigen kosten naar zo'n villa. Ja, want dat is een goede vraag. Wat is het leven na O. Gerso? Precies. Ja, wat Giel nou zegt, van joh, met de plaat opnemen. We zijn nu al uitgenodigd voor 2 oktober. Dus dan staan we ook alweer te draaien. Op Starbiz Reunie. En we gaan overal waar Starbiz maar is of Gersonisos is... Daar staan wij nu tegenwoordig. We worden herkend, we worden maar gedaan. Het programma is maar 1 week oud. 1 aflevering, dus het wordt alleen maar 1 grote, gezellige, gekke bende. Mijn hemel. Dus ik zou zeggen, bereid je maar voor, want wij gaan door. Zo die maar later. Dat is een mooie slogan. De 2e aflevering van O.O. Gerso is morgenavond te zien, 21:30, RTL 5. Tot zover, tot morgen.